bent gekomen met verwachting deze middag? Amen? Ja? Niet voor mij, voor de Heer? Als u voor mij is gekomen vanmiddag, dan wordt het teleurstellen. Kan ik het tevoren zeggen? Maar als u gekomen bent voor de Heer, is het altijd een heerlijkheid om hier te zijn. Dat hij altijd wat voor ons heeft. We dienen hem niet vanwege zijn cadeautjes, maar we dienen hem vanwege het feit dat onze Heer is, onze redder. En daar komen wel gaven natuurlijk uit voort. Dat is heel gaaf. Maar het gaat uiteindelijk om hem. Amen? Amen. En dan gaat Jacob op het eind van zijn leven gaat hij profiteren over die kinderen, over die zoons. Nou, begrijpt u wel, de drie oudste zoons die komen er niet zo best vanaf, hè? Ruben, Simeon en Levi kregen een vermanend woord. Nou, vermanende profetie hoor je tegenwoordig niet zoveel in de gemeente, maar die hoort ook echt wat te zijn, hoor. Niet alleen te opbouwen en te vertroosten, ook zelfs ter vermaning. En hier krijgen ze vermanend woord. Als iemand vorige keer, de eerste, tweede keer, die niet bij was, dan mag je gaan staan. Bid voor hem ook, ja, ga ik voor bidden. Ja, Vader in de hemel, voor deze broeder hier, wil ik zo bidden voor hem. Op dit moment wil hij het geven aan u. Doe je handen bij me omhoog. Vader, ik geef het aan u. Zeg maar mijn naam. Vader, ik geef het aan u. Vader, ik geef het aan u. Al het onrecht wat over mijn leven is gebeurd. Al het onrecht wat over mijn leven is gebeurd. Wat over mij uitgesproken is. Wat over mij uitgesproken is. Ik geef het aan u. Ik geef het aan u. Misschien ook wel fysiek onrecht. Misschien ook fysiek onrecht. En al die dingen, die zeven dingen die zijn benoemd, als er dingen bij zijn hier, ik geef ze aan u. Al die zeven dingen die erbij zijn, ik geef ze aan u. Op dit moment. Op dit moment. Geen aanklacht meer, als jij het geeft. Het is vrij. Mag ik zitten? Mag ik een stap doen? Hè? Belangrijk. We hebben allemaal mogen zitten de afgelopen keren. Ik heb de Heer Jezus nodig. Ik mag naast me staan. Ja, ja. Ja, ja. Heb ik eerst? Oké. Gaat even uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja? We hebben hier een rechtbank. Hier zie je de troon van de rechtvaardige rechter. Dat is Vader Gods. De witte troon, ja, wordt in de Bijbel beschreven. Om die troon heen zijn de zeven geesten. Ja, zij denken waarom zeven geesten? Nou, zeven staat voor de volheid. De volledige volheid van de Heilige Geest is rond de troon, vaak door zeven sterren aangegeven. Ja? Een van de 24 oudsten. Heilig, heilig, heilig. We roepen ze altijd in de eeuwigheid. Heilig, heilig, heilig. Staan of er nou de 24 ouders of de 12 apostelen bij zitten, of de 12 zonen van Jacob, weet ik niet precies, maar in ieder geval één van de 24 ouders staat hier als afvaardiging, zeg maar. Satan, ja, die klaagt ons altijd aan, ja, die is ook aanwezig. Was met Job ook zo, die klaagt hij ook in de hemel Job aan. Dat heeft hij wel pas geprobeerd, lukte hem uiteindelijk niet, want Job vertrouwde God. De twee broers, die zitten alvast in de rechtbank, ik haal ze er straks bij, Ruben. En Levi, van Jozef. Ja, ik heb ook wel wat verdediging nodig, dus ik heb hier Jezus. Dat is mijn advocaat. Een van de namen van de Heilige Geest, ook van hier Jezus, is degene die voor mij pleit. De Heilige Geest. Jezus is de doper van de Heilige Geest. Jezus pleit voor ons ook door de Heilige Geest. En is mijn advocaat. Ik moet wel dichtbij blijven, want dat heb je wel nodig. Nou, kan het zijn dat er geen dingen veranderen. Dan ga ik je een rechtbankzaak laten zien. Oké, hier hebben ze dus. Hè. Jullie hebben ook een rol. Want jullie zijn de wolk van getuigen. Je zal altijd juichen, Jozef, Jozef, wij zullen je steunen. Oké, dat is wel een prettig idee, hè? Er zijn mensen achter inmiddels. U bent een Levi. Wat een lastige zaak. Ja, Stefan die komt wel eens bij jullie. Ja, hij komt ook wel eens bij ons in Ede. Hetzelfde maaltijdproject, zeg maar. Hetzelfde soort maaltijdproject. Volgens mij kost bij. Ja. Wat was er met jou gebeurd, weet je nog vorige keer? Toen ik over sprak, toen weet ik niet. Wat dan? Nee, weg niet. Ja, jij pakte het op. Ja. Hoorde je het weg? Ja, ja. Hij gooide al die stieren zo lucht in. Ja. En dat is een bevrijding ervaren. Ja, ja. Ja, ons deze week ingaan. Dat wat hier gebeurt niet zomaar iets is, maar dat de geestelijke wereld iets omgezet in een soort wissel. Dat de tegenstander geen enkele ruimte krijgt deze week. Om hiermee aan de haal te gaan. We verzegelen dit ook. Het is veilig bij u. U doet het in het diepst van de zee. Zodat er ook niet meer naar kunnen vissen. Ik wil ook echt op je hart drukken. Ga hier niet naar vissen van de week.
Want je hebt het door de sudder gehaald, het is echt vernietigd. In een geestelijke zin zeggen we over die lijn die nu lopen, en ik doorsnij ook in de naam van Jezus. Amen. Zodat je echt vrij bent en ook vrijheid zult gaan ervaren de komende periode. Dank u Heer dat u ons beschermt en bewaart. Dat u onze gedachten bewaart in u. Dat u ons lichaam bewaart in u. En ook onze geest die met u samengesloten is in de eeuwigheid waar u mag zijn. Dat we voor u mogen staan, voor uw troon. Dat de Heer Jezus erop ons zal wachten. En met hem het loon dat ons wacht. Amen. Amen.